Hallo! 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 Terugkomen! Ziek! In de glorie! Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Het is de dag na mijn verjaardag. We zijn gisteren gezellig uit geweest met z'n allen. En we hebben vanochtend al een beetje opgeruimd. En ik ben tussendoor ook gaan editen. Maar ik moet zeggen, jongen, ik ben niet brak. En dat is echt fijn. Wat is dit? Dat is Danny. Dat is gek. Ja, kijk maar. Ik stond die camera uit je vrouw. Ja. Kijk hem liggen. Danny is ook niet brak, zei hij. Wat gezellig, jongen, zei hij. Het was wel gezellig gisteren, hè? Ja, zeker. Dat is echt leuk. Zijn we brak? Nee, nee. Nee. Fuck it, fuck it. Kijk eens, jongens. Ik heb gelijk mijn nieuwe shirt aangetrokken die ik van Danny heb gekregen. Het is wel echt een goed shirt. Nu al vlek omhoog. Ja, zo. Ja, ja. Ben wel makkelijk in het ooitje te nemen, zei. Oh, dan kijk je. Oh, weet je wat ik ook ga doen? Ik ga de koffieopschuimer gebruiken. Gaan we cappuccino maken? Daar heb ik zin in. Oh ja, daar gewoon. Maar er is geen melk. Wel? Oh ja, hoeft er niet. Die nee. Heeft. Ruud. Nee. Nee, jij hebt niet die melk. Ruud. Nee, dat meen je niet. Ik heb echt gore melk om te drinken. Normaal. Dit staat echt nergens op. Wat is voor de omelet? Jongen, dit is toch voor de koffie, idioot? Pak dit dan. Je kunt cappuccino mee maken, neem dit dan. Ja. Hier. Maar Maf, jij wordt altijd boos op mij als ik. Jij wordt altijd boos op mij als ik zoiets doe en dat pak je het nu zelf. Perfecte maatje. Jij doet het structureel. Ik vind het niks. Tenner, het was weer gezellig. Het was weer echt. Zie je over een jaar weer. Oh. Zie je volgend jaar weer, Vin. Dan, tot volgend jaar. Doei doei. Huh? Weet ik niet. Tot volgend jaar en doe rustig aan, hè. Hey, groetjes aan de kids. Dankjewel. Hoi hoi. Ruud. Laat jij Danny er even uit. Dat gaat niet zo goed met hem. Nee, ik help je, man. Hij heeft het zwaar. Wat een gezelligheid! Hé, hé, hé! Ah, ik zelf opgaan. Jij bent een frisse outfit aan. Ik ben fresh vandaag. Ik vind mezelf vandaag knap. Fresh. Ik vind mezelf vandaag knap. Als ik koud. Maar. Ja. Of sta jij onder knap? Dat is relatief. Ja. Mijn haar zit goed vandaag, vind ik zelf. Ja. Ja, dat moet je toegeven. Zit goed. Zonnebril. Ja. Er ligt in mijn auto. Je bent wel een beetje bleekjes. Ja, oké, maar dat is logisch. Niet springen! Stop! Amber! Ik vond gisteren hard. Ja, die sprong hard. Ja, dat is echt niet oké. Wie sprong hard? Danny. Danny heeft geprobeerd mij gisteren. Te pijpen? Is het gelukt? In te stoppen met een deken. Wat heb je een vieze mind, Amber? Dit staat allemaal op de vlog, hè? De vlog. Wij gaan gezellig met z'n allen naar Van Dam. Even lekker een soort van nog een keer vieren dat ik gisteren jarig was. Nee, hier vieren we niks. Nee. Nee, maar we vieren gewoon nu dat we lekker gaan eten. Jij bent geen vlogger, maar je bent een vlogger. Een vlogger? Waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar mijn auto, jouw auto? Moeten we met twee auto's? Moeten we met twee auto's? Dips bij mij. Oh, wacht. Het is mijn auto's. Ik ga sowieso ook niet voor mij. Ja, of laten we de meiden in één auto rennen en dan gaan we in de mannen auto. Nee. Nee. Ja, oké. Okay. Ga jij met mij mee? Ja, dat is veiliger. Maar goed, wat ik net ook al zei, we gaan gezellig met z'n allen lekker lunchen bij Van Dan in het zonnetje, want het zonnetje schijnt. En daarom heb jij zo'n mooie bril. En jij hebt ook zo'n mooie bril. Dank je. Waar is jouw mooie bril dan? In mijn auto. En jou? Niet lekker vergeten. Oh nee. Oh, ik heb zin in een lekker cappuccinootje. Al was die vanochtend staan ze echt goed. Die melkschuimer was echt chill. Ik hou ervoor wel. Ja. Oh. Hij is voor mij echt heel erg. Hé, hey, Ruud, trouwens, voor jou is het trouwens nu ook chill dat we melkschuimer hebben. Wat dan? Je kan ook chocola mee maken, hè? Want jij drinkt alleen maar cappuccino. Nee, maar ik drink gewoon geen koffie thuis. Waarom niet? Koud, nee. Ja, ik doe dat nog. Dat gaat niet. Ik drink ook espresso, gewoon zonder melk. Hey, we hebben een beetje dezelfde bril. Een soort kapvorm. Ja, die voor mij is wel wat mooier, nee, toch, jongens? Die voor mij is dikker. Die voor mij is dikker. Hallo! 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 Hallo, vlog! We gaan niet schelden. Nee. Zo'n kat. Zijn we, jongens, helemaal perfect. Plekje voor de deur. Wat wil je nog meer? Het is een mooie dag. Het zonnetje schijnt. Teletubbies, kom maar tevoorschijn. Alles mis in deze zin. Ja. Oh. Nou, ik ga het niet overnieuw doen. Maar
Het is lekker weer vandaag, jongens. En we gaan even lekker lunchen. Ik zit er goed in vandaag, merk ik. Ja, jij hebt het met jezelf getroffen vandaag. Ja, ja. Klopt, klopt. Zou jij... om de aarde te kunnen redden, om de aarde te kunnen kloten, 1 miljard mensen willekeurig op de wereld met 1 knop dood kunnen laten. Of ik dat zou kunnen? Ja, willekeurige mensen. Maar praktisch of theoretisch? Nee, praktisch kan het. Nee, maar zou jij dat aan kunnen om die beslissing te moeten maken? Nee. Maar het zou wel goed zijn voor de economie, de planeet. Meer ruimte voor ons. Dus in die zin zou het wel goed zijn. Ja. Maar het zou niet kunnen. Zou jij het doen? Nou ja, de wetenschap dat ook allemaal willekeurige mensen dus ook hier van je vermoeien. Ja. Maar misschien weet je het zelf wel. Ja, maar 1 miljard mensen is veel, hè. Sowieso iemand die je kent, als ze er niet meer zijn. Er hoeveel miljard zijn op de wereld? 10 of zo? 7, 8? Dat is wel veel, hoor. Oh, zo. Wij hebben weer lekker geluncht. Wat was het weer lekker, hè? En nu gaan we weer lekker naar huis. Tegen wie zeg je dat? Tegen de vlog. Wie praat jij? Ah. Tegen de vlog. Miek. Miek. Terugkomen. Zeg tegen Miek dat iemand uitkomt. Roep hem even. Zeg dat iemand uitkomt. Ja, tegen Miek. Komt iemand uit? Er komt iemand uit, er wilt iemand uit. Ja, wel, ja, idioot. Ja, maar hij gaat niet open als je ervoor staat, idioot. Ja, ja. Man, wat is er nou weer dicht? Wil je naar binnen? Naar binnen! Ziek! Viespeuk! Wat een aantal of was? Ja, een hele grote, rode, bruinige... Dat is een aanbij. Oh, oké. Okay. Wat hebben ze het leuk, hè, samen. Zo gezellig. Zo leuk, hè, hoe ze zo mooi samen kunnen spelen. Hè? Geen ruzie. Start. Start. Hé, die vogel vliegt ook. Oh, heel erg bij. 1918. Nou, jongens, succes. Wat zei je? Nee. Wat zei je? Ik zei, ik hou van pingpong. Oké. Okay. Ik weet niet wat het is, maar Niek en ik zijn samen vandaag met elkaar echt de hele tijd aan het kloten en elkaar aan het irriteren. Echt grappig. Maar jongens, ik ben zo blij met dit schilderij. Dit is echt gewoon zeg maar de eindelijk een keer wat voor op de muur. Want we wilden eigenlijk sowieso al heel lang hier iets hebben. Alleen we wisten niet zo goed wat en waar we konden kopen. En weet je wel, ik wilde ook weer niet te veel geld aan uitgeven nu nog. Maar ik vind het wel vet hoor. Het is gewoon perfect. Echt perfect. Het gaat er denk ik ook, het gaat ook mooi staan straks daar. Eigenlijk hadden we nog heel veel andere plannen ook voor het huis. We wilden namelijk hier ook nog een ander groot schilderij hebben. En hier van die plankjes met daar bijvoorbeeld flessen op en een beetje een plantje of zo. Maar dat hebben we eigenlijk uiteindelijk nooit meer gedaan. Wel zonde misschien. Het is tijd om richting mijn ouders te gaan. En we zouden eigenlijk uit eten gaan. Maar er is bij dat ene restaurant ging, die hadden opeens afgebeld. Met van, oh sorry, we hebben een maand geleden al je tafel verhuurd aan iemand anders. Of gereserveerd, is dat een maand geleden gereserveerd iemand anders. Dus we gaan gewoon lekker thuis eten. Maar ik vind het prima, we gaan lekker buffet eten. En allemaal andere lekkere dingen. Maar jongens, kijk mijn outfit. Doei. 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 Ik ben echt blij met mijn outfit. Ik weet niet waarom. Maar ik heb deze broek dus weer in de kast gevonden. Deze had ik ooit eens een keer gekocht voor volgens mij zo'n beige feest bij Gio. Maar dat beertje heeft precies dezelfde kleur als die broek. En dan deze schoenen eronder. Matchy, matchy. Matchy, matchy. Ja, ik ben echt blij met mijn outfit. Ik match ook bij jou. Ja. Maar laten we gaan. Beige is helemaal mijn ding. Gaan we lekker eten. Wij zijn thuis aangekomen, jongens. En moet je eens eventjes kijken wat we gaan eten. 2 grote stukken vlees. Er liggen oesters klaar. We zouden eigenlijk uit eten gaan. Maar achteraf vind ik het eigenlijk veel leuker, denk ik. Ik zal het restaurant niet noemen, maar nee, ik kwam even met een disruptive. Ik zei ook al dat het echt een kut restaurant. Ze bellen echt een uur van tevoren ongeveer, zeggen ze opeens van
van ja, sorry, de tafel is niet meer beschikbaar. Hij is al een maand van tevoren gereserveerd. Terwijl mijn moeder echt de dag ervoor nog had gebeld van, hey, kan het? Ja, kan. Maar nu gaan we lekker thuis eten, jongens. En wat ik net ook al zei, ik vind het lekker om lekker thuis zitten. Ik ben ook een beetje moe, dus gewoon lekker hier eten. Klein beetje moeig, dat is toch logisch? Nee, ik heb gisteren niet gedronken. Ella ook niet, want Ella ziet er heel goed uit. Ik heb niet gedronken gisteren. Ik geloof dat ik bewijs heb gekregen via Diego. Diego, heeft hij weer wat gestuurd? Laat eens zien. Naar jou weer. Ja. Diego, weet je wat het grappig is met Diego? Diego, die is ook al vaak een keer in de vlog geweest. Hij organiseert feest in Amsterdam. Maar Diego, die heeft dus het nummer van mijn pa ook. Dus elke avond als we dan uit zijn, dan stuurt hij bijvoorbeeld een foto dat Ella en ik aan het zoenen zijn of zo. Hey, hoe kunnen jullie nu pas aankomen? Jullie gingen 10 minuten... Huh? Waarom? Waarom? Nodig is denk ik dan, hè? Oh, mama vroeg dat. Pas op, pas op! Hallo! De kurk! Op Vins verjaardag. Jullie? Hey. Oh, subtiel. Zeker. Oh, dat is een trapje, hè? Doet het vaker, hè? Kijk eens even lekker, jongens. Champagnetje. En mooi versierd was het. Was echt wat jullie leuk gedaan. Ja, helemaal versierd voor mij. Ja, de pluim was ook leuk. Ja. Ik dacht dat met al die confetti shit, dat dat nat wordt. Nou jongens, wij gaan even lekker genieten. Ik zei net ook al tegen mijn pa, maar vlees op de barbecue is zoveel lekkerder. Gewoon eigenlijk alles. Bijvoorbeeld ook kip en zo op de barbecue is veel lekkerder dan in de pan. Want als wij bijvoorbeeld bij de slager bijvoorbeeld vlees hadden gehaald en we doen het in de pan, dan is het toch minder lekker dan dat je zo'n lekker groot stuk vlees op zo'n barbecue doet. Het heeft toch een lekkere smaak. Chef? Yes. Goed bezig. Oh. Lekker zeg. Papa die geeft ons net een cadeau aan ons, maar het is dus ik dacht eerst van, hè, wat is het nou? Is het nou een kaars? Maar het is dus zo'n kaars. En hij zegt, hebben jullie het niet gemerkt? Maar al deze dingetjes, kijk. Deze niet, hè? Nee. Oh, ik dacht deze allemaal. Dat ziet er wel heel mooi uit. Die grootste. Die grootste. Die grote. Oké, nou hier bij deze. Jullie grootste. Het lijken echt, gewoon als je zo kijkt, gewoon echt op echte kaarsen. Maar dit is gewoon een ledlampje. Nee, meerdere. Meerdere ledlampjes, waardoor het dus zo echt lijkt. Ja, het staat wel op bovenop. Oh, vet. Ik ga hem aanzetten. Hé, dit is trouwens heel handig. Je hoeft geen kaars meer te kopen. Wat zei ze nou? 1000 branduren? Ik hoorde van Ella dat je nou 10.000. Heel romantisch was. Ja, ik ben wel romantisch, hoor. Zeg. Je hebt allemaal die bijna die vaak dan. Hoi. Alsjeblieft. Nee. Nee, het is wel echt vet. Het ziet er wel echt goed uit. Kijk, kunnen we dat bij de tv zetten op het schaaltje? Ja, maar daarom waren het dus heel veel brandweer. Heel dik. Kijk eens even. Zo, hij lijkt echt goed. Kijk dan. Dat is cool. Ja. Wat? Gewoon lachen. Ja. We leven in de. Dat was gisteren, ja. Ik gewoon 2 keer jarig dan, nu. Ja, 23! 2 keer 2. Ga gewoon door. Nou, leuk. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe. Later!